Bij de kade in Hoek van Holland, waar de Harwich-boten meren, ligt het voormalige doorgangskamp voor de militairen van het Engelse bezettingsleger in Duitsland, die hier op passage moesten wachten wanneer ze met verlof gingen of terugkeerden naar hun standplaats. Sedert de militairen per vliegtuig worden vervoerd, ligt het kamp verlaten. Veilig opgeborgen achter stevige kluisdeuren lag de soldij van de militairen. Die zij, indien ze dat wilden, in het kamp weer kwijt konden in de kantineloods. In de ruime kantine hebben de soldaten van koningin Elisabeth heel wat uren doorgebracht. En dikwijls gingen ze samen gezellig naar de film, ook al mocht er in de bioscoop niet gerookt worden. Die bioscoop en al de andere nog goed bruikbare loodsen met sanitair, centrale verwarming en betimmeringen zijn deze dagen bij opbod verkocht. Niemand meer dan 85, niemand meer dan 80 guldens, 85, 90, niemand meer dan 90, niemand. Handelaren en opkopers uit alle delen van het land waren in een van de grootste loodsen verzameld. Maar waren ook secretarissen van voetbalverenigingen, leiders van vakantiekampen, tuinders en fabrikanten. Allemaal mensen voor wie deze gebouwen nog nuttig kunnen zijn. Alles wat los en vast zat viel onder de hamer. En daar waren heel wat ongebruikelijke voorwerpen bij. 4 ijzeren celdeuren, 3 britsen en 2 driedelige patentmatrassen. Wat mag ik daarvoor horen? 20, 22, niemand meer dan 24, 26, 26 gulden, niemand meer. We gaan nu bij Obot en afslag verkopen. Zoals hier staat een nisseloods. Maar dat is geweest het kerkgebouwtje. 1000 gulden heb ik als inzet. 1100 heb ik hier. 1400, 1500 heb ik daar. 1600, 1700, 1800, 1900, 1900 gulden. Niemand meer dan 2400 guldens. Nummer 498 even. De verkeersrichtings- en aanwijzingsborden. Ik heb een bod hier al van 100 gulden, rechtuit gewoon. 100 gulden. Niemand meer dan 100 guldens. Niemand. Zo zullen de loodsen uit Hoek van Holland verdwijnen. Maar op vele plaatsen in ons land zal men ze spoedig kunnen terugvinden.